Hallo en welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben Martijn Heren en in deze video gaan we de buiskap opvouwen en hoe je het minste schade aan je ramen krijgt en hoe de kap het mooist blijft. En daarbij is het natuurlijk handig zodat je zo veel mogelijk ruimte overhoudt aan de binnenkant van de sloep. Jack it up. En wat leuk om te vertellen is, ik ben vandaag bij Aquatec. Aquatec doet Mariel, Antares en Magma. En zij hebben me uitgenodigd om hier een filmpje te mogen maken om de buiskap op te vouwen, zodat ik jullie kan laten zien hoe dat het makkelijkste kan. Hebben jullie nou nog dingen die je graag zou willen zien over je boot of waar je niet uitkomt? Laat het mij dan weten hieronder in de comments. Wat je dus heel veel ziet onderweg is dat mensen op deze manier dus de buiskap naar voren doen. Je moet hem natuurlijk wel aan de zijkanten losmaken, want anders dan krijg je hem niet naar voren toe. Maar wat je vaak ziet, is dat de buiskap zo op deze manier neergelegd wordt. Nou, en als je dan hier zou gaan zitten, dan zie je dus dat je heel veel last hebt van de tent. En uiteindelijk kunnen hier ook minder mensen zitten. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je eerst alle drukkers losmaakt. En in het geval dat je een middenraampje voor hebt, laat die dan zitten en maak de rest gewoon los. Nou, als je dan bijvoorbeeld één kant zoals deze los hebt, dan vouw je de opening gewoon naar binnen toe. En zorg ervoor dat je geen scherpe vouwen in je ramen krijgt. Want als dat blijft zitten, dan krijg je echt een mooie, strakke streep erin en die ga je blijven zien. Dat doen we natuurlijk ook even met de andere kant. Als je dan uiteindelijk alles hebt opgevouwen, dus de zijkant omhoog hebt gedaan, zorg er dan voor, zoals ik net al zei, dat je geen scherpe vouwen hier in de ramen krijgt. Dus kreuk het niet helemaal op, want dat beschadigt uiteindelijk ook de ramen. Nou, nu gaan we erin. Ik ga nu het voorste raampje losmaken en dat vouw ik er overheen. En dan de rest zie je vanzelf. Dan uiteindelijk vouwen we deze voorste vlak hier ook overheen. En dan druk je in het midden van de tent. En dan komt hij naar je toe. Dan vouwen we deze rol op, eroverheen, meestal twee keer. En dan leggen we mooi op het dek. Nou, als je dus de buiskap op deze manier opvouwt, heb je eigenlijk geen last dat hij hier bij de rugleuningen in de weg zit. Dus je kan hier prima lekker zitten zonder dat je last hebt van de buiskap. Daarbij is het ook echt beter voor de buiskap. Hij zal veel langer mooi blijven en het ziet er ook een stuk netter uit. Deze video vandaag nemen we op in een Mariel 6 Next. Wil je daar nou wat meer informatie van hebben of wil je graag zien wat het eventueel zou kosten deze boot of wil je er wat informatie over, ga dan naar mariel.nl. Heb jij nou iets anders wat je graag zou willen zien over je sloep of over je boot? Laat het mij dan weten in de comments en dan probeer ik er een leuke video over te maken. En anders, tot de volgende video!